na 3 jaar zoeken. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Dag lief, dat is welkom bij een nieuwe video. Een hele goede morgen, leuk dat je kijkt. Ik ben weer op pad, aardig wat kilometers deze week. En we gaan nu naar de Bernhoven Kliniek in Uden. Omdat ik natuurlijk nog altijd bezig ben met een zoektocht naar wat er mis is met mijn stem. Het is een soort vierde KNO-arts. Hopelijk dat hij wel iets kan vinden. En zo niet, dan wil ik me in dit geval niet meer weg laten sturen. Zonder een vervolgplan of afspraak. Ja, zo, we zijn er. Anderhalf uur over gegaan. Valt mee. Valt mee, valt niet tegen. Nou, we zijn bij de Bernhoven Kliniek in Uden. En ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Batterij is bijna leeg, dus ik hou het kort. En dan gooi ik hem gelijk aan de lader, want ik ben toch op tijd. Ze hebben hier een camera, die hebben ze maar 3 in Nederland. En ik hoop dat ze daarmee dus ja, iets kunnen zien wat ze nog nooit hebben gezien bij mij. En dat er dus iets uit gaat komen. Fingers crossed. Nou. Hij heeft dus, hij zag wel iets na 3 jaar zoeken. Hij zag een afwijking op mijn derde, zo, ik ben een beetje vanaf. Hij zag een afwijking op mijn rechter stemband. En ja, nu moet ik dus nadenken of ik dat wil opereren of niet. Want hij zegt, je hebt 3 kansen. Of 3 uitkomsten. Of het wordt slechter, of het wordt beter, of het blijft hetzelfde. Ik ben niet gek. Er zit echt iets op mijn stembal. Dus als het ware dat je stembanden die zitten zeg maar los aan een slijmvlies. En waarschijnlijk is er ergens iets van een kleine kiste geweest of een beschadiging. En dat in die die beschadiging zeg maar, die zit nu vast aan mijn stemband. En daardoor kan die stemband kan niet vrij trillen. Dus mijn eerste gevoel zegt, ik ga het laten opereren. Maar ik ga het maar eens eventjes rustig even laten zakken. En eventjes met René bellen. Nou, dan moet je terugrijden. Ja, met wat. Nee, het is nog rood, vriend. Met wat stunt en vliegwerk zijn we nu thuis geweest. Ik heb gekookt voor René en ik ben alweer onderweg naar Jonathan. Want we hebben vandaag een hele leuke comedy show. En ik ga hem volgen. Dus we gaan even kijken. Een beetje achter de schermen zo. En wordt ontzettend leuk. Ja, ik ben natuurlijk een beetje bijgekomen van mijn bericht van vandaag. Het is wel echt ontzettend gek. Want het komt niet echt binnen of zo. Je bent al 3 jaar ben je ergens naar op zoek. En dan krijg je uiteindelijk. Ho, ho, ho. Krijg je uiteindelijk te horen wat het. Oh, zou ik anders. Een stukje misschien. Kan dat? Nee, dat kan niet. En dan krijg je eindelijk te horen wat er is. En dan ook nog eens dat je geopereerd kan gaan worden en zo. Ja, het is een beetje gekke dag. Maar even wachten op Jonathan, die komt naar buiten. Ja, daar is hij. Ik weet niet of het lukt. Maar deze man is echt killing. Hij is echt koning van de zelfspot. Ik ga een beetje ruimte voor je maken. Ja! Kijk, daar is hij. Oh, hi man. Goed? Ja, zeker, zeker. Ik had een collega die heette Eiman.
Die was Egyptisch. Jazeker. Koning van de zelfspot. En we gaan snel rijden, want we moeten nog naar de Hopman. Naar de Hommaplein, bij KFC. We gaan even kip halen, lekker. Maar ik ben vegetarisch geworden, dus... Ben je vegetarisch geworden? Een lege emmer is ook goed. Dat is wel een auto, hè? Ja, ja, ik wacht eventjes, inderdaad. Hopmanplein, here we go. Even, heb je sleutels nog? Ja, ik heb sleutels. We staan hier een beetje illegaal. Maar we moeten die KFC bucket hebben. Leeg, weliswaar. Ja, hij moet leeg. Ja, ga je hem leeg eten of ga je hem leeg meenemen? Nou, ik ga hem leeg meenemen. Oké. Okay. Hoop dat ik hem meekrijg en dan hoop dat ik hem krijg. Ja. Dat is, oh ja, dat is ook nog maar de vraag. Ja. Krijgen we hem wel mee? Ja, anders moet ik anders op. Ja, wat kost een lege bucket KFC? Ik ben benieuwd. Ik denk dat ze wel vergoeding vragen. Denk ik. Zou ik? Ja, ik denk het wel. Op zijn gevoel van wel. Want het is zo raar om dat te vragen. Ja, je gaat er automatisch ook zo van lopen, hè? Ja. Nee, joh. Het zal vast goed komen. Het is gelukt, we hebben de bucket. Nou, dit is mijn vader een soort van, hè? Mijn vaderfiguur is dit. Papa. Papa eet toch niet zo snel? Nee. Oh, geweldig. Ze keek wel een beetje vreemd, hè? Ja, ze keek wel heel raar. Van, wie de fuck is dit? Een lege emmer? Ja. Wat wil jij nou, weet je? Zo'n skirre gast die geen kip kan kopen. Ja, die emmer is net zo leeg als mijn ziel. Ik volg jou. We're moving through the night like we're from a different star. Flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we got the blues. Getting caught in the mist, there's so many that they'll never get out of. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, are we golden, we run to the end and we run without shame. We own the game. Oh, yeah. And we ride on the flames till the morning light. Maybe cause we're dynamite. Ain't nobody gonna hold us down. Break all the rules, let them run and hide. Maybe cause we're dynamite. Gonna let the world know. Zo. Goedenavond allemaal. Ja, het enige wat ik hier vandaag ga doen is een frustratie uiten. Okay. Dus ik heb geen idee. Ik heb geen idee waarom ik hier eigenlijk mag staan. Maar fuck it, we gaan beginnen. Kijk, wij mannen zijn niet meer nodig in deze tijd. Wij mannen zijn verleden tijd. Hè? We zijn niet meer nodig. We zijn klaar, uitgespeeld. Game over. Het is nu de tijd van de vrouw. En terecht. Want man, wat leven wij in mooie tijden. En wat een mooie ontwikkelingen. En vrouwen hebben het eindelijk voor elkaar gekregen. Zo, we zijn inmiddels lekker thuis. Heel struiden, lekker warme bedje. Friends staat erop, zoals altijd. En de show van Jonathan was leuk. Ja, was het leuk? Ja, was leuk. Leuk klein zaaltje. Zo'n try-out in de... Sorry. Bam! Camera in de Regentus of zo, in de Weimarstraat. Is een, en scherp. Is een theater. En was vroeger een zwembad schijnbaar.
Dat is heel groot. Dat is echt heel groot. Vet. Nee, was goed schoon gemaakt. Poepie. Hoi. En ik ben nog wel steeds helemaal hyper scherp. Ik ben er wel steeds helemaal hyper, Poepie. Ja, weer hyper. Kan dat nou? Ja. Nou, omdat ik gewoon eindelijk weet wat er mis is. Scherp! Hopelijk gaan ze morgen bellen met een datum. Ik wil wel snel mogelijk geopereerd worden. Ja. Ja, maar het is wel een gek idee. En die logopedist die had dus gewoon nog nooit gezien dat, althans was nooit een man bij haar geweest, die dus gewoon bijna 4 octaven bereik had. Dat was ook wel heel erg leuk. Lekker, Poepie. Ja, dus dat. Ik vind het, wat ik wel frappant vind, is dat je die octaven wel kon laten horen, ondanks je stem. Ja, ik kan ze wel, aanslaan. Ik kan alleen geen noot vasthouden, omdat het zwabbert. Snap je? Ja, zwabbert. Ja. Daar is zwabbertje. Poepie. Ja, dus ik ga jullie gewoon zo snel mogelijk laten weten wanneer ik word geopereerd. En dan gaan jullie weer gezellig mee allemaal. Ja. Ja, toch? Zeker, wie kan. Dus voor nu zeggen wij welterusten, duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en een belletje te drukken. En dan zien jullie graag weer in de volgende video. Ik zeg welterusten. Ja! When I'm with you.